een auto, dat is een Peugeot. En ja, best is dan weer de tijd. Ik ben er al in. En daar hebben we de Dario Alleman en kenteken. Ja, jullie mogen starten. Succes! Daar is het rijden met die dagvies, omdat ze denken van kijk, het is een Franse automobiel. Omdat er een Renault Kort van Ham, die gaat dus zonder even starten. Oké, dat is nummer 1. Succes, Kort en Marleen van Ham met de voortrekening van de Renault. Dan zouden wij moeten hebben een vierjarigheid. De autosport en vader Sains heeft afgelopen jaar onder andere ook de Dakar Rally dus gewonnen. Deze Toyota's heel veel gebruikt dus in de rallysport en op dit moment rijden ze dan hier met deze Toyota dus hier. Cinquecento dus hier in deze Memorial en het is uiteraard de volgende op de start. Enorm belangrijk, want dan heb je al een halve wedstrijd, heb je dus al gewonnen. Ook deze heren zijn vertrokken. Ik heb dus van het allereerste type dus. Dat is een 2 liter of een 1600? 1600. Oké, de 1600 dus. En deze heren die rijden in België heel veel renden. Heren, succes! Dat een BMW. Nou, start nummer 20, of jullie zo vriendelijk willen zijn dus naar de start te komen. Nou, dan hebben we vandaag ook weer in boos rijden. Dit is allemaal auto's die dus lijken op de rijwagen van de tijd. Dat een en ander veranderd zijn onder de motorkap, maar dat kan ik van hieruit niet bekijken. De bestuurder kijkt dus bedenkelijk, maar dat zou wel dus het geval is die te rijden. Ja, we zien de naam van Jan van der Marel erop staan. En dat is dan Robert van Osta en Bastiaan van Osta en dat is met een Ascona 400. Dus, dan krijgen we weer heel wat auto's en dat is namelijk een Integrale. Of is deze een Integrale? En dat zijn ook auto's die dus in feite de Lancia heeft. Ik weet niet of de laatste auto's voldoende licht zitten.
Thank you.